Hoi iedereen en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op dit kanaal in deze serie Koffiepauze. Vandaag is het thema helemaal, is deze aflevering helemaal in Sinterklaas thema, want het is natuurlijk alweer bijna zover. Sinterklaasavond 5 december staat alweer om de hoek en het leek me leuk om ook in deze serie een soort Sinterklaas thema te geven. Deze aflevering is boordevol met leuke dingen. Onder andere een winactie met hele lekkere, dat ga ik nog niet zeggen. Maar ik heb ook nog een andere leuk onderdeel in deze video, namelijk met mijn neefje waarin ik de Yamin Crazy kruidnoten ga proeven. Daar was ik echt heel erg bang voor, want er zaten hele aparte smaken tussen. Dat straks. Eerst gaan we even wat vragen beantwoorden. Een paar afleveringen terug alweer. Ja, dat komt gewoon omdat ik natuurlijk af en toe video's opneem op een andere volgorde. Maar ik kreeg ook een keer een reactie van Suzanne en die zei, ik zou je echt een keer aanraden om sojamelk op te schuimen in die melkopschuimer. Dat maakt heel erg mooi dik schuim en dat blijft ook heel erg mooi dik. Dat vond ik een hele lieve tip. Vond ik echt heel erg tof. En ze zei ook, weet jij toevallig of deze siroop geen melk bevat? En dat ging dus om de siroop van de pumpkin spice van Monet. Deze siroop bevat geen melk, maar blijkt dus van de Starbucks dat die wel melk bevat. Ben je dus allergisch voor melk of lactose? Die van de Starbucks kan je dus niet drinken, ondanks dat je bijvoorbeeld sojamelk of wat dan ook erin doet. Maar deze van Monet is helemaal melkvrij. Ik heb het opgezocht. En verder werd er ook nog gevraagd, eigenlijk van, komt er iets in de trant van vegan of wat dan ook? Nou, dat komt er dus aan. We gaan een hele kerstaflevering maken samen met Eline en daar heb ik super veel zin in. Ja, dat wordt gewoon super tof en daar gaan we dus een hele leuke kerstachtige aflevering maken met vegan dingen. Ben je benieuwd naar die aflevering? Abonneer je dan als je dat nog niet hebt gedaan. Dan blijf je op de hoogte van deze afleveringen en mijn andere video's op dit kanaal. Verder heb ik ook nog een leuke winactie zoals ik al zei. En daar ben ik zelf heel erg excited over. Ik kreeg namelijk van Hands of My Chocolate, een heel erg leuk chocolademerk, 2 repen om weg te geven. Hands of My Chocolate is een bepaald chocolademerk. Heel erg leuk. Ziet er heel erg leuk uit met rondjes. En het leek me heel erg leuk om met Sinterklaas gewoon iets weg te geven. Ik ben gewoon even Sinterklaas vandaag. Deze is Seriously Dark. En dit is 85% cacao. En dat is best wel veel. Ik hou er super erg van. Ik vind dat heel erg lekker. Ik hoop jullie ook. Dus ik ga die dus weggeven. Samen met deze andere reep. En dit is Double Dark. Die is iets minder sterk. Die is 70% cacao. Een winactie dus met 2 repen. Heel erg leuk. Ik ga ze in ieder geval naar je opsturen. Naar iemand opsturen. Van jullie. Wat moet je daar nou voor doen? Dat gaan we straks horen. Eerst ga ik dus even naar het andere deel van deze video met mijn neefje. Die is hier op bezoek geweest en daar hebben we dus de crazy kruidnoten van de Yamin geproefd. En wat we daarvan vonden, dat zie je dus nu. Vandaag zit ik dus met mijn neefje. Sietse. Ja, dat is Sietse. En vandaag gaan we dus de kruidnootjes van Yamin proeven. Ik heb een hele doos gekregen. Er zitten ontzettend veel smaken in. We weten nog niet wat welke smaak is. Er zitten heel veel kleurtjes in. En het briefje wat erbij zat was, hey Kim, kun jij alle smaken raden van ons crazy aantal crazy kruidnoten? De uitslag vind je in de envelop. Good luck and enjoy. Dus, hier zit de uitslag in. Daar gaan we natuurlijk nog niet naar kijken. We gaan ze eerst proberen allemaal te raden. Kies jij er maar één uit, een zakje. Ik kies deze. Oké. Het ziet er een beetje uit als normale witte chocola. Ja. Het kan ook wel zijn dat er gewoon een normale smaak tussen zit. Nou, ik ben benieuwd. Laten we het proeven. Toch gewoon wit. Mm-hmm. Welke vind je het lekkerst? Melk, wit of puur? Melk. Nee, ja, melk en wit. Ja. Eigenlijk meer melk. Ja, melk. Ik vind puur altijd het lekkerst. Ook wel okay. Gezond. Dus deze is wit. Ja. Dan de volgende. Pak hem maar gewoon even. Ja, ik pak deze. Oeh. Even een beeld laten zien. Beetje donker paarsachtig. Mm-hmm. Ja. Wat voor smaak zou die hebben? Ik denk iets met bessen of zo. Ja, bessen. Ja, dat denk ik ook. Wel lekker. Het is heel subtiel wel. Ja. Ik vind het wel lekker op zich. Het is wel heel cool, wel die kleur. Ja. Er zitten nog meer bijzondere kleuren in, dus ik ben benieuwd. Oh, hè? Oké, ik denk dus een soort cassis dat deze is. We gaan het zo zien. Ik denk gewoon, bessen. Met bessen. Ja. Dan kiezen we deze. Ziet er een beetje bruinachtig uit. Ja, karamel. Ja? Of is het een beetje mokka? Het ruikt ook een beetje naar mokka. Als je ruikt? Ja, het ruikt niet naar karamel. Heel licht naar koffie of zo. Wil je er nog even proeven? Ja, even goed proeven. Even heel goed proeven. Ik heb er 2. Oh, nou ja. Ik vind de smaken wel subtiel. Ja. Volgende.
kies deze. Oké. Okay. En deze is een beetje donkerbruin. Mm-hmm. Zou dit melk zijn gewoon, denk je? Nou, of puur? Of puur, ja, puur denk ik. Toch melk, denk ik. Of puur? Nou, ik weet het niet. Nee, puur. Het is een beetje bitter. Ja, melk smaakt anders. Ja, hij is wel echt puur. Ja, dit is echt puur. Oké, okay, next up. We nemen deze. Oh, een die groene. Ziet er echt heel raar uit. Of geel, groen. Ja, ik weet het niet. Dankjewel. Je ruikt niet echt wat, hè? Nou, heel zuur. Ja, vind je hem heel zuur? Ja, niet heel, maar een beetje. Heel zuur is, ja. Ja. Ik denk dan is het toch een beetje citroenig. Ja, ik ook. Oké, okay, dus we zeggen? Citroen. Citroen. Oeh, die ziet er eigenlijk ook wel donkerbruin uit. Zou dit dan misschien puur zijn? Ja, ik kan. Proberen. Ja, dit is dan wel puur. Ik vind deze ook gewoon heel lekker, want ik hou gewoon van puur. Oké, okay, dan zeggen we dat deze puur is. En die andere is melk. Ja, melk. Oké. Okay. Dit is wit, maar dan een soort stukjes erdoorheen. Ja. Ja, wel witte chocola. Ja, maar dan wel echt maar wat erin. Het kan ook gewoon witte chocola zijn met nog stukjes melk of zo. Ja, stukjes melkchocola. Dat kan ook, ja. Dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar deze. Ja. En dat is een blauwe, hele blauwe kleur. Hij is echt heel veel blauw. Oh. Oeh. Wow, deze ruikt best wel heftig. Ja. Wow. Het is een beetje kauwgombal. Dus deze is wel echt de meest heftige smaak van allemaal. Ja. Dan doen we als laatst, want groen is mijn lievelingskleur. Oké, dan doen we die als laatst. Dan gaan we dus nu deze is rood. Heel en kijk, er zit een beetje pitjes of zo in. Zou het aardbei zijn? Geen idee. Het ziet heel raar uit. Oh, beetje zuur. Maar dit is wel overduidelijk aardbei. Ja, oké. Okay. Toch? Of ik, niet? Nee, ik eet niet zoveel aardbei, dus ik weet niet. De laatste. Groen. Het is wel iets met fruit. Ja, denk het ook. Zullen we erachter gaan komen? Door de envelop te openen? Ja. De uitslag. Oké. Okay. Oh, we hadden wel. Kijk, die paarse. Ja, dat waren wel bessen. Dat waren bessen. Dat is heel goed voor jou. Dat is blauwe bes. Ja. En de aardbei. Jee. En dit was toch karamel. Slim van jou. Mm-hmm. Maar die gele was dus banaan. En die groene was sweet lime. Dus dat was inderdaad limoen. Wat zei jij? Dat is super goed. Vond je ze lekker? Ja, ik vond ze wel lekker. Welke vond je het allerlekkerst? De witte chocola. Nog steeds witte chocola? Ja. Ondanks dat ik alle smaken heb geproefd? Ik vind ze bijna allemaal wel lekker. Ja? Ja. Jij zou ze zo allemaal achter elkaar opeten? Ja. Nee, dat is niet helemaal goed ook. Nee, dat is niet goed. Alleen als het heel gezond was. En als het dan zou het kunnen. En als je er niet vol van zou zitten, dan... Ja, nu moet je een beetje oppassen natuurlijk met hoeveel je er eet. En dan gaan we nu door naar de rest van de video. Doei doei! Wil je ook een swipe? Ik vond het heel erg leuk om de crazy kruidnoten van Yamin te proeven. En mijn neefje vond het ook heel erg leuk. Die vond het heel bijzonder om al die smaken te proeven. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Dan gaan we nu door naar wat je nou eigenlijk moet doen om deze chocoladerepen te winnen. Ik maak er gewoon iets simpels van, want ik heb geen zin in gedoe. Ik ga er een Instagram winactie voor maken. Het leuke is, ik heb een foto van deze mooie repen op mijn Instagram geplaatst. Zet daaronder een reactie en like de foto. En dan zal ik je contacten op Instagram. En op die manier zal ik de winnaar bekendmaken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en dat jullie allemaal mee gaan doen. Het is super simpel. Gewoon even mij volgen op Instagram. Als het goed is, doe je dat al. Zo niet, dan moet je dat nog even doen. Dus een reactie plaatsen en even liken. En het zou heel erg tof zijn als je Hands of My Chocolate ook even liked op Instagram. Goed, dit was het voor deze keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne Sinterklaasavond. Ik hoop dat jullie een leuke periode hebben met Sinterklaas. En hierna gaan we natuurlijk door naar de kerst. En daar heb ik heel erg veel zin in. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende keer weer. En dat is over 2 weken met deze nieuwe serie op mijn kanaal. Dit is het eerste seizoen. En tussendoor zien jullie natuurlijk mij weer verschijnen met andere video's op maandag en donderdag om 4 uur. Tot dan! Doei doei!